Dames en heren, welkom bij de tijd van wereldoorlogen les 2 de Eerste Wereldoorlog, wapenwetloop en militarisme voor de havo. In deze video hebben we één leerdoel, namelijk oorzaken van de oorlog benoemen in dit geval natuurlijk de Eerste Wereldoorlog. Hoe komt het nou dat een regionaal conflict uit kan monden tot een gigantische wereldoorlog? En deze video hoort natuurlijk bij het kenmerkende aspect: het voeren van twee wereldoorlogen, en in dit geval de eerste. Oké, okay, wat waren nou die oorzaken van de Eerste Wereldoorlog? Hoe kan een regionaal conflict nou uitmonden tot een echte Eerste Wereldoorlog? Nou, er zijn er eigenlijk vier te noemen, namelijk bondgenootschappen, nationalisme, wapenwetloop en militarisme. Al deze vier oorzaken zullen we even in deze video behandelen en dan hebben we dus antwoord op de vraag, hoe kan het nou dat een regionaal conflict tussen Servië en Oostenrijk-Hongarije uitmondt tot een wereldoorlog? We beginnen met die bondgenootschappen, de eerste oorzaak. Nou, eind 19e eeuw zijn er verschillende bondgenootschappen gesloten. Vorige video hebben we dat al gezien, namelijk tussen Oostenrijk, Hongarije en Duitsland en tussen Rusland en Frankrijk. Oostenrijk, Hongarije en Duitsland beloofden elkaar te steunen als een van hen werd Aangevallen. Nou, dan we zien dat in 1914 gebeuren: dat Rusland gaat mobiliseren. Eh, waardoor Oostenrijk-Hongarije zich eh, bedreigd voelt en steun zoekt bij Duitsland. Nou, Duitsland zegt die steun toe onder dit militaire bondgenootschap. Nou, Rusland en Frankrijk beloven in principe hetzelfde aan elkaar: namelijk, als een van hen in oorlog raakte met Duitsland, zal de ander de oorlog ook verklaren als steun op deze, uh, op deze dreiging. En zo krijgen we dus een heel lappendeken van bondgenootschappen, van militairen. Militaire beloftes van steunbetuigingen, waardoor eh, één conflict, als één iemand met elkaar in conflict raakt, dan zien we dus dat dat escaleert, te, want alle bondgenoten gaan elkaar helpen. Zo begint het dus bij Oostenrijk, Hongarije en Servië, Rusland komt erbij, Duitsland komt erbij, eh, Frankrijk eh, komt daarbij, eh, Groot-Brittannië, Italië later ook en het Ottomaanse Rijk. En zo heb je dus al heel snel dat één simpel conflict tussen twee landen uitmondt in een grote chaos. De tweede oorzaak voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog is toch wel het nationalisme. Door het nationalisme lopen de spanningen tussen de Europese staten enorm op. En er heerst ongelooflijk veel wantrouwen tegenover elkaar. Dit heeft natuurlijk een historie. Frankrijk heeft ongelooflijk veel wantrouwen richting Duitsland. Waarom? Zij hebben de Frans-Duitse Oorlog namelijk verloren, die gevoerd is tussen 1870 en 1871. De Duitsers hebben de Fransen vernederend verslagen, hebben ook heel vernederend hun eigen. Keizerrijk uitgeroepen in Versailles en Frankrijk wil eigenlijk wraak op die vernedering tijdens de Frans-Duitse oorlog. En ze willen dan ook elzas loteringen een gebied uh, wat ligt uh, aan de grens tussen Duitsland en Frankrijk, terug. Duitsland heeft dat in 1871 ingelijfd van uh, Frankrijk en Frankrijk wilde wraak op deze vernedering en wilde die, uh, dat gebied elzas loteringen terug. Ook een oorzaak van dat, voor dat nationalisme is dat Oostenrijk zich ongelooflijk bedreigd voelt door Rusland. Rusland wil namelijk haar macht, haar invloed uitbreiden op de Balkan eh, en wil ook Oostenrijk-Hongarije eigenlijk hier en daar inlijven. Eh, dus Oostenrijk-Hongarije voelde zich enorm bedreigd. Oostenrijk-Hongarije had ongelooflijk veel interne problemen en kon zich slecht handhaven op het wereldtoneel. Zoekt daarom steun bij Duitsland en voelt zich dus ook gewoon bedreigd door Rusland. Rusland zag eh, een mogelijkheid om haar macht uit te breiden. Dus het is Ongelooflijk veel wantrouwen daar. Uh, vervolgens ook Rusland uh, zag Duitsland in Oostenrijk-Hongarije als een obstakel voor haar machtsuitbreiding. Rusland was een opkomende macht uh, had het grootste leger van Europa, wilde uh, in Europa gaan uitbreiden, maar liep tegen de grenzen van Duitsland en Oostenrijk-Hongarije aan. Uh, en waarom willen al die nazistaten hun macht uitbreiden? Nou, door de invloed van het nationalisme. Het nationalisme is natuurlijk dat jij je, uh, jezelf als land, als volk het beste voelt. En als je jezelf de beste bent en het beste verdient, dan verdient de ander dus minder. Dus je bent je invloed aan het uitbreiden ten koste van een andere nazistaat. Dus zo zie je dus eigenlijk dat door de, dat nationalisme langzaam maar zeker dat wantrouwen groeit, de spanningen groeien en als uh, de wantrouwen groeit, en de spanningen groeien, dan gaat dat een keer tot een conflict leiden. De derde en vierde oorzaak bespreek ik in één dia, namelijk de wapenwetloop en het militarisme. Duitsland, zoals ik al zei, was pas sinds 1870, 1871 een Eenheidsstaat, dat wil zeggen dat het vanaf dat moment pas één land was. Dat is dus vrij laat in de geschiedenis. De meeste landen waren inmiddels al één natiestaat, denk aan Frankrijk en Groot-Brittannië, en hadden in een periode van, van 200 jaar al heel wat koloniën weten te verwerven in de wereld. Maar Duitsland had, was geen één land en had dus nog geen koloniën en had zoiets van wij zijn een grote en machtige staat, wij verdienen ook koloniën en de prestige hè, dus die daarbij hoort. Dus wat gebeurt er? Duitsland gaat vanaf dat moment een grote vloot bouwen om de wereldzeeën te bevaren en dus koloniën te veroveren, die hen die prestige, maar ook de grondstoffen geven die zij zo nodig vinden. Het probleem is echter: Groot-Brittannië is de grote wereldmacht met de grootste. Vloot met de grootste zeevarende vloot. En die willen dat graag zo houden. En die zien die opbouw van die oorlogsvloot van Duitsland als een grote bedreiging. Dus zij gaan ook weer wapens bouwen. Voor iedere Duitse, Duits schip dat gebouwd wordt, bouwen zij er twee of drie om maar te laten zien dat zij een betere vloot hebben en een grotere vloot hebben. En zij willen die macht tussen, uh, op de wereldzeeën behouden. Er ontstaat een wapenwetloop, namelijk een race om de beste en de meeste wapens te krijgen. Niet alleen op zee, niet alleen op een met een vloot, maar ook op land. Grotere kanonnen, betere geweren, betere tactieken. Uh, en door dat nationalisme wil iedereen ook het beste leger en het grootste leger uh, hebben. Dus vanaf dat moment zie je dus dat uh, de Europese mogendheden in een wapenwetloop... Terechtkomen, waarbij er steeds meer wapens, steeds betere wapens geproduceerd worden. Ja, en waar bouw je wapens voor? Nou, ter verdediging allereerst, maar ja, wapens uh, moet je ook gebruiken in de aanval. Dus Europa maakt zich klaar voor een oorlog die in de toekomst ligt, en ze zijn er klaar voor. Ze hebben de wapens om die oorlog te voeren, en dat is natuurlijk een waarom het een van de oorzaken is die wapenwetloop. De vierde oorzaak is het militarisme, namelijk het verheerlijking van alles wat met het leger te maken heeft. Duitsland en andere Europese landen eh, hebben dat militarisme heel erg in zich. Eh, zij verheerlijken alles wat met dat leger te maken heeft: de uniformen, de discipline, de opofferingsgezindheid, het doorzettingsvermogen, alle zaken die eh, het leger mooi maken, wordt verheerlijkt in de maatschappij. En oorlog wordt dan ook gezien als iets noodzakelijks. Dat moet af en toe eens een keer gebeuren. Dat, het is niet fijn. Maar oorlogen helpen de mensheid verder. Dat is eigenlijk het idee. Maar uh, door deze visie, door dat militarisme, wordt oorlog ontzettend onderschat. Er worden verschrikkelijk nieuwe wapens gemaakt, uh, die ongelooflijk veel verderf en ellende met zich meebrengen. Maar oorlog wordt op dat moment heel erg onderschat. Zij denken namelijk dat de oorlog uh, heel erg uh, uh, ellendig zou zijn, maar vooral heel erg kort zou duren. Snelheid was heel erg belangrijk, dus de oorlog is niet leuk, is noodzakelijk, maar zou kort zijn. Uh, dus mensen waren niet per se bang voor een oorlog en onderschatten dus de, uh, de ellende van een oorlog enorm. En dat is ook een van de oorzaken voor het uitbreken van die Eerste Wereldoorlog. Oké, okay, wat moesten we ook alweer leren? Vandaag gingen we leren wat de oorzaken van de oorlog was, in dit geval de Eerste Wereldoorlog. En het antwoord erop is. De oorzaken van de Eerste Wereldoorlog waren het sluiten van bondgenootschappen, het nationalisme, de wapenwetloop en het militarisme in de Europese landen. De bondgenootschappen tussen Oostenrijk, Hongarije en Duitsland en tussen Rusland en Frankrijk zorgden ervoor dat een conflict tussen twee landen al snel zou zorgen dat andere landen hierbij betrokken zouden raken. Het nationalisme zorgde voor onderlinge wantrouwen. De wapenwetloop tussen Duitsland en Groot-Brittannië zorgde ervoor dat er grote hoeveelheden wapens werden geproduceerd. In veel Europese landen heerste het militarisme, waardoor alles wat met het leger te maken had had werd verheerlijkt